Ellewoudsdijk. Met 400 inwoners de kleinste kern van Borselen. Een dorp waar het begrip krimp wel heel tastbaar is geworden. We staan nu bij de school. En dit wordt het laatste seizoen voor de school, helaas. Dan gaat die sluiten. En waarom? Nou, het speelt al tientallen jaren, de dreigende sluiting van de school. Eerst was het een zelfstandige basisschool. Toen is het een dependance geworden van de school in Schravenpolder. En nu heeft het voor het derde achtereenvolgende jaar het nodige aantal leerlingen niet gehaald. En dan wordt de stekker eruit getrokken, zeg maar. Wat voor impact heeft dat op een dorp? Ja, dat heeft hier op het dorp een behoorlijk impact. De school is toch een ontmoetingsplaats voor veel mensen. De ouders brengen de kinderen hierheen. Je maakt een praatje met elkaar. Dat zou nou op een ander dorp moeten. Het probleem speelt niet alleen in Ellewoudsdijk. De komende jaren wordt de krimp zichtbaar in heel de provincie. Tot 2030 daalt het aantal 30 tot 60-jarigen van 160.000 naar 130.000. Daar staat tegenover dat het aantal 60 tot 80-jarigen stijgt. Van 70.000 naar 100.000. Meer ouderen dus. En in verschillende leeftijdsgroepen zal het aantal kinderen met 15% dalen. En dat heeft enorme gevolgen voor onderwijs, zegt onderwijsdeskundige Ben de Reu. Want stel dat je nu, ik noem maar eens wat, 20 kinderen in de klas hebt en dat worden er 17. En als het in alle klassen is, dan de verwarming moet toch gewoon doordraaien. En het gebouw, dat moet ook zijn exploitatielasten hebben. Dus de kosten blijven hetzelfde, terwijl de inkomsten lager worden. Ja, dat hou je niet lang vol. Zeeland telt 245 basisscholen, 22 scholen voor speciaal en voortgezet onderwijs, 2 regionale opleidingscentra en 1 hogeschool. Elke school zal te maken krijgen met teruglopende leerlingaantallen. Al is het verschil per gemeente groot. Sluis wordt het hardst getroffen. Daar komt tot 2020 zo'n 30% minder kinderen in de klas. Tijd voor actie, zegt de deskundige. Er zijn natuurlijk ook mensen die heel erg gelukkig zijn met het bestaande en denken, we zien wel waar het schip strandt. Nou, dat moet je niet doen. Dus je moet wel een urgentiebesef hebben, zoals het dan zo fraai heet. En dan moet je naar elkaar toe en zeggen, wij zullen in gesprek moeten om hier een oplossing voor te vinden. En dat is wat nodig is. Terug naar Ellewoudsdijk. In de speeltuin klinkt voorzichtige hoop. Gelukkig worden nog wel kinderen geboren hier op Ellewoudsdijk. Maar veel van die gezinnen zijn van plan weg te trekken. Dus ik ben bang dat het dorp in de toekomst wel vergrijst. Er zullen veel mensen uit de Randstad komen, uit de grote steden van Brabant, die hier in het Zeeuwse de rust en de ruimte zoeken. Het is hier heerlijk wonen tenslotte.